dat boekenprogramma van jou? Is dat een duur programma? Of het valt boekenprogramma van mij? Ja, nee, dat is... Nou, er lopen heel veel mensen rond. Ik denk wel, altijd, wat doet iedereen daar? Nee, maar het is een belangrijk programma, want iedereen moet gaan lezen. Iedereen moet gaan lezen. Ik heb net 8 draaidagen erop zitten. En gaat goed? Gaat goed, alleen het gaat over lezen. Zondag hebben we debuut. Maar je komt soms wel wonderlijke types tegen. Hadden we laatst ook weer met een opname. Was een man. Tenminste, ik wist niet wie die man was. Maar een mevrouw vertelde dat zij over die man had geschreven. En die man die had nogal een wonderlijk beroep, vind ik. Wat dan? Gigolo. Oh, dat was Gigolo. Ja. Oké. Okay. Ja, maar als je... Ja, heb je het fragment? Als je het ziet... Dat was niet die grijze man bij Jinek. Nee, dit was iemand anders. Dit moet nog uitgezocht worden. Maar als zo'n man thuiskomt, heeft hij ook nog zin? Nou, dat weet ik. Maar als je hem ziet, zou je niet zeggen dat het gigolo is. Ja. Is de man om wie het gaat ook hier toevallig aanwezig? Ja, zeker. Echt waar? Hij is hier aanwezig. Ja. Nee. Ja, hij is mijn steun, hè? Ja. Dus hij zit hier in de buurt? Hij zit in de zaal. Even kijken wie het uitziet als een gigolo. Bent u het, meneer? Nee, even kijken. Ga je aan iemands uiterlijk zien of je een gigolo... Nee, ik denk dat jij dit bent. Of wel? Echt waar? Ben jij het? Is dat? Nee, oh, echt waar? Ben je, echt waar? Echt waar? Gaat het over jou? Oh. Ik heb 10 jaar damesgezelschap gehouden, echt in alle lagen. Van topsporters tot bekende Nederlanders, juristen, alles. Ook bekende Nederlanders? Ja, absoluut. Wie dan? Ja, ga ik niet delen met je, want dat hoort gewoon niet. Maar je hebt het wel allemaal gezien en je bent ergens begonnen en ik ben ergens naartoe gegroeid. Ja. En na 10 jaar heb ik besloten daar mee te stoppen. En dat had een reden en de reden en dat kunnen we lezen zeker in de, te lezen in het boek. Ja. Ja, wat die man mij vertelde, dat wist ik niet. Dat, normaal als je het hebt over een gigolo, dan denk je dat is voor een avond of voor een nacht. Ja. Maar hij werd ook meegenomen op een cruise van een paar dagen. Dus dan vergezelde hij een mevrouw. Chaperon, zeg maar. En dan moest hij wel aan de bak. Ook nog. Zo'n cruise duurt wel 10 dagen soms. Ja. Nou, dan moet je dus 20 keer aan de bak. Als die vrouw zin heeft, wel ja. Nee, maar die neemt hem niet mee omdat ze geen zin heeft. Nee, die wil wel... iets terug voor haar geld. En wat kost dat dan? Weet je dat? Heb je nog nee, dat heeft hij niet verteld, nee. Nee? Nee, maar ik vond het wel een openbaring. Zei je nou, jij kan het niet zijn. Dat zei je toch tegen hem? Nee. Ja, zo klonk het. Jij kan het niet zijn. Nee, maar hij ziet eruit als een statenlid van BBB. Ja, hij kan ook een boekhoudertje zijn. Nee, maar bij een gigolo denk je toch aan iemand anders? Zo'n soort van... Ja, maar je zei dat toch echt? Ja, dat jij kan tegen. Het niet zijn. Nee, je ziet eruit als een... Nee, je een beetje zwingende figuur, hè? Ja. Nee, maar je denkt aan iemand met een borstkas, tatoeage of weet ik wat. Maar ik ben een beetje onder indruk. Nou, hij gaat dan 10 dagen met een vrouw weg en dan maken we die grapjes. Nou, dan moet hij 20 keer een daad doen. Maar dat is voor een vrouw toch niet minder heftig dan voor een man? Maar die vrouwen gaan meestal op hun rug liggen en dan... Jij denkt dat het voor een vrouw dus makkelijker is om dat te doen dan voor een man? Nou, ik denk wel dat de man wel een grotere inspanning moet leveren. Ja? Denk je niet, René? Nou, maar ik zou sowieso geen 10 dagen opgescheept willen zitten met een... ook niet met een vrouw die dat werk doet. Jij wel? Nee. Ik vind het dat is best leuk voor een uurtje. Maar niet, gaat er niet mee uit eten of mee praten of dat soort dingen. Nee, maar dan moet je ook gesprekken mee voeren. Nee, dat schiet niet op zonde van je tijd. Maar zonde van je tijd gesprekken voeren? Ja, zonde van je tijd. Ja. Maar nog even terug naar die inspanning. Wat vind jij ervan? Wie moet de grootste inspanning leveren? Want dat is even de discussie nu. Ja, dat vind ik wel een goeie. Ja? René? Ja, de man natuurlijk, die wordt betaald. Ja, in zijn geval moet hij sowieso weer leven. Ja, maar als een vrouw ervoor betaald wordt dan? Hè? Als een vrouw ervoor betaald wordt dan? Nou, dan hebben we hetzelfde. Ja, dus dan is het toch hetzelfde. 10 dagen als vrouw mee of 10 dagen als man mee is toch net zo heftig? Ja, tuurlijk is het precies hetzelfde. Tuurlijk wel. Okay. Maar ik vind het sowieso al heftig om iemand in te huren om 10 dagen te neuken op een zeeschip. Ja, daar zal die vergoeding wel weer heel goed tegenover staan, lijkt mij dan. Ik denk het wel, maar ik weet niet of ik het met je eens ben. Een man moet toch een andere inspanning. Het is wel een andere inspanning. Ja. Je kan niet zeggen van. Ja, hij moet wel altijd er klaar voor zijn. Is ook zo. Ja, maar je hebt, we gaan nu heel gedetailleerd hierop in. Maar interessant. Jij hebt het nu echt puur over penetratie, toch? Ja. Of niet? Ja, daar hebben wij het altijd over. Ja, maar dat is toch de inspanning, Eus? Waar nee, je inspanning kan ook anders zijn. Je kan ook... wat is het voor programma, joh? Ja, nee, jij kaart het aan. Dus er kan toch ook een oraal... Ja, misschien houdt die vrouw wel heel erg van beffen. Die leek je eigenlijk helemaal ongeluk. Maar dat is dan toch voor een vrouw net zo? Dat is ook niet lekker. Omgekeerd dan loop je helemaal met zijn natte kin. Ja. Het kan toch ook... Dan moet je zo'n likmat meenemen van... weet die? Ja, het kan toch ook een orale inspanning van de dierenwinkel. Ja, maar dat is toch omgekeerd net zo?
Nee, maar als je, nee, het gaat erom of je ontvanger bent of gever. Ja, maar krijgen dat... vrouwen genoeg van pijpen? Dat wel, hè? Dat als jij, dat is altijd in, ja, weet ik niet. Ik kan niet voor alle vrouwen spreken. Krijg je die daar genoeg van? Je kan niet voor alle vrouwen spreken. Nee, maar, je mag best eerlijk zijn. Ja, dat weet ik, joh, hoor. Dat weet ik. Ik denk dat sommige vrouwen daar wel gewoon genoeg aan hebben. Ja? Ja. Ja. En geen genoeg van krijgen? Nou, dat denk ik ook. Lekker, heel gek. Gaan we het over wielrennen hebben, Wilfred? Nee, nou ja, goed. Hey. Nee, maar je zult ingehuurd worden door een nymphomane. Ja. Ja, ik kan het niet 5 keer per dag, hoor. Nee? Ja, nee. Nu niet, maar toen wel. He? Ja, maar dan ga je er dus maar zou ze ook giekeloos voor oudere dames hebben? Ja, dat nee, omdat, hij zei het ook. Misschien juist, dat ik dan wel ZZP hoor. Nee, maar dat zei hij ook. Ook wat, juist wat oudere dames die eenzaam zijn, veel geld hebben, die zoeken maar toch... Maar die gaan vaak naar Ghana en zo toe, ja, toch? Ja. Die gaan vaak naar Ghana. Ja, ja, zo'n mooie zwarte god. Ja, die nemen dan zo'n grote gozer... Kijk, die... Ja. Die steken me in je mond en die komt er in je kont uit. Dat kan echt niet, dit. Hè? Nee. Ik dacht net als Sam Hagenslag vorige week, maar het hoort gewoon bij het programma blijkbaar. Ja, het is gewoon niet te stoppen, dit. En maar je deed er zelf al mee deze keer. Want jij ik vond het gewoon... Nee, maar ik vind het een heel interessante discussie. Ik ook. Maar jij hebt wel een opinie hierover, maar je spreekt het nog niet uit. Jij vindt ook iets. Misschien moet je even een goede vraag stellen. Nou, maar ik denk... Nee, maar ik denk wat jij bedoelt te zeggen... Een goede wip, dan lever je allebei een inspanning. Ja, toch? Maar jullie hebben het dus nu echt alleen maar over de daad. Dat is lang geleden. En daar zie ik dus een penetratie bij. Dat zei ik niet, dat bedoelde ik niet. Nee, maar die zag ik er dus bij. Oh, en dat dan heftiger is voor... Ja, maar dat zegt niet zo over jou. Ja, nee. Nee, maar ik vind dat dus niet... Waar het hart van vol is, loopt de mond bij jou blijkbaar van over. Dat sowieso, Johan. Maar dat dacht ik, dat je dat bedoelde. Dat dat heftig was voor een man. Nee, je gaat natuurlijk voor de full package. Je gaat niet alleen, het gaat ook om zoenen. Misschien wil zo'n vrouw wel een uur lang gaan zoenen. Maar dat is dan toch voor een vrouw net zo? Ja, maar dan laten we Tom Egbers. Ja, die blijft 3 jaar zoenen. Daar moet je eigenlijk niet om lachen, hè? Weet ik. Maar je kon hem niet tegenhouden. Maar wat heeft hij dan met dat boek te maken? Want we dwalen een beetje af. Nee. Nou, dus het ging over een boekenprogramma en die er is een mevrouw en die heeft een biografie geschreven over deze man. En dat was ook haar vriend of haar partner? Nee, die hebben elkaar leren kennen. Zij schrijft zij hadden een keer ingehuurd? Nee, ook niet. Zij schrijft erotische verhalen. Hij had haar ontdekt op Instagram. Zij zei, wil je mijn verhaal opschrijven? Want ik ben 10 jaar lang gigolo geweest. En dat heeft ze gedaan en dat is ze nu. Dus zijn leven is opgeschreven in een boek. En dat soort boeken jij promoot op tv? Nou, dit is een rubriek in het programma van de onbekende schrijver. Dus als schrijvers willen doorbreken en het is een goed verhaal... dan mogen ze 5 minuten pitchen bij ons. En als dan een uitgever meekijkt en denkt, dit is een goed verhaal... Kun je er één meenemen van Je krijgt van mij een boekje daarover, ja. Maar, Het is wel link wat er nu gebeurde. Want voor hetzelfde geld word je nu voor Blonde Del uitgemaakt. Hè, in een of andere column. Want dat kan allemaal niet meer natuurlijk, hè, dit soort teksten. Vrees je dat nu ook meteen? Dat soort mensen dat over je Nee, maar als iemand dat over mij wil zeggen... moet ze dat ook vooral doen. Ja? Ik...